Jan Tamino is dé ontwerper van een speciale Floriadehoed die gedragen werd door minister Melanie Schulz van Hagen van Milieu tijdens afgelopen Prinsjesdag. Jan Tamino en Floriade zijn al eerder een samenwerking aangegaan, waarbij de bijzondere duurzame Floriadehoed een van de resultaten van deze samenwerking is. Minister Schulz van Hagen reageerde meteen enthousiast op de vraag de hoed te dragen, omdat natuur, kwaliteit en duurzaamheid de basis vormen voor het ontwerp van de hoed. Tijdens een bijeenkomst op 10 september in het atelier van Jan Tamino werd de hoed officieel overhandigd aan de minister. Hey Jan, ik ben heel erg nieuwsgierig wat het geworden is. Ik ben heel benieuwd wat je ervan vindt. Hij is heel supermooi. Even kijken. Dan dit ligt op je voorhoofd. Dat hij meer zo zit. Dit is iets beter voor je gezicht. Hij is leuk. Ja, hoort hem, het is ook goed. Hij is leuk. Maar hij staat ook goed. Nee, ik ben heel blij. Het was toen zeg maar zo samenkwam en de vraag ook zeg maar, vanuit Floriade kwam, was het al meteen dat ik dacht van nou, dat is mooi en een mooi gezicht om omheen te werken, om maar zo te zeggen. En toen was meteen duidelijk van voor mezelf van oké, dan wil ik met die kleuren werken en dat staat ook goed en zo. En dan is het nu, hè, is het leukste moment, dan wordt het levend. Ja, sowieso is die heel mooi en verfijnd. Maar het belangrijke is dat, wat je ziet is dat hier natuurlijk materialen, natuurlijke materialen gebruikt worden. Het gedachte is duurzaamheid. Het is ook gekoppeld aan de Floriade die ook dat als thema heeft. En ja, je ziet natuurlijk dat zo'n topsector als land- en tuinbouw, waar de Floriade voor staat, en zo'n topontwerper zich verbinden. Dus dat is wel heel bijzonder. Het is natuurlijk altijd een beetje spannend, hè, want ontwerpers die maken niet zozeer voor de markt, maar toch gewoon wat ze zelf ja, voor ogen hebben. En ja, dan blijft het altijd een beetje spannend wat het er gaat worden en hoe draagbaar het is. Maar nou, kijk zelf, het is een prachtige hoed geworden, of eigenlijk lauwerkrans. Er kan een laag blijven liggen, maar dat is even wat nodig is en dat zal hij zelf zien. Zeg maar, om de... Jan Tamino is onder andere verantwoordelijk voor 5 unieke ontwerpen, een masterclass en de Floriade Fashion Week, die in mei 2012 op de Floriade plaatsvindt. De kernwaarden van Jan Tamino en Floriade komen sterk overeen. Vandaar dat we ook zo'n leuke samenwerking met elkaar kunnen hebben en hebben. Dus het gaat over duurzaamheid, het kijken naar wat het... Wat we in het verleden hebben gedaan en daarvan leren en dat naar de toekomst kunnen plaatsen. Het overdrachtelijke daaraan dus ook. Dus, wat we dus met z'n allen dus aan het doen zijn om te kijken van oké, hoe kunnen we over duurzaamheid denken en hoe kunnen we daarmee bezig zijn en wat kunnen we leren uit het verleden en wat kunnen we dan weer in de toekomst plaatsen. En nu is het leuk om te zien dat het ook is gelukt en klopt en werkt en dat het lekker zit, want dat is ook belangrijk. Dat er bij lacht. Ja, dat ook.